mama of papa geeft een jongetje eten. En die dacht naar beneden. En dan komt hij weer omhoog. Hoppata, was het weer. Nou, dan krijg je weer eten. Hoe lief, hè? En dan heet een andere. Dan kan wel papa wezen. Ik heb in ieder geval een dreun gekregen met een helm tegen mijn arm. De mensen konden het niet alleen af. Ze hadden hulp ingeschakeld, namelijk haar vader op een brommer. Ja, lieve vrienden, met een blik op die lieftallige kuikentjes van de meerkoetjes, open ik de dag. Ja, vraag me niet hoe laat het is, dat weet ik niet. Ik weet de datum momenteel niet eens. Nee, ook dat weet ik niet. Niet allemaal uit mijn hoofd. Even kijken. Het is de 7e, 7 mei. De tijd weet ik ook niet, maar dat boeit even niet. Loopt vlak tegen richting 1 uur, geloof ik. Dus ja, Erwin die kwam er rond 1 uur. Dus. Maar ik vond dit weer zo lief. Dus dat moet toch even bekeken worden. Kijk, mama of papa geeft een jonkie eten. En die duikt naar beneden. En dan komt hij zo weer omhoog. Hoppata, was hij weer. Nou, dan krijgt hij weer eten. Hoe lief, hè? En dan heet je een andere. Kan wel papa wezen. Ja, ik weet niet wie papa of mama is, hoor. Dat weet ik niet. Hup. Ja, geweldig, toch? Om dat te kunnen zien. Maar de kleintjes die leren ook al duiken, hoor. En eten zoeken. Ja, echt wel. Ja. Hup, gaat die kleine. Hup, komt weer omhoog. Ik vind dit echt geweldig. Het is super om dat te zien. Maar ja, we gaan weer verder, lieve vrienden. Ik hoop dat jullie hiervan kunnen genieten. Ik in ieder geval wel. Dus ik zeg het tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik had de dag al geopend, dus dat hoeft niet meer. Maar in ieder geval, Erwin die is net de deur weer uit. Ik heb de spullen van Danielle gepakt. Van Danielle en Marcel is het ook over en uit. Die zullen jullie niet meer tegenkomen in de vlog. Ja, nog wel, want ik heb nog oude vlogs. Dus daar staan ze nog allemaal in. Maar vanaf vandaag, 7 mei, noppenjendo, niks meer. Ja, dus de vlogs van 7 mei, niks meer. Maar wat nog komen gaat, ja, dat, wat nog op mijn computer staat. Er staat ook nog filmpjes op mijn camera. En er staat hier geloof ik nog wel wat op. Nou ja, meer de natuur dan wat anders. Maar in ieder geval, ja, dat is over en uit. Ik krijg de schuld dat ik hun heb gedwongen om te gaan trouwen. Hallo? Dat wouden jullie zelf, anders koop je niet kleding en geen schoenen. Ja, doen ze toch zelf, niet ik hoor. Ik heb helemaal niks gezegd. Ze wouden zelf trouwen, maar het mocht niet van haar ouders. Die hielden alles maar tegen. Ja, wie zijn je ouders om dat tegen te houden als je volwassen bent? Ja. Dus hun wouden trouwen. Ze leven beide van de UWV, zeg maar. Want ja, ze zijn afgekeurd, ze kunnen niet werken. En ja, allebei een beperking. Maar ze zijn wel slim. Want ik heb ze ook haar geleerd, en ook hen. En een vraag, vraag het aan Google, want Google weet heel veel. Zo heeft ze ook heel veel dingen uitgezocht. Wat haar ouders wel en niet mogen jegens haarzelf.
Mijn ouders mogen me niet tegenhouden, zegt ze. Juist, ik zeg inderdaad. Zie ik er zoveel zoeken, zoveel vinden. Maar in ieder geval, ik ga straks de spullen terugbrengen. Want ik wil het niet langer in mijn huis hebben. Het geld wat hier nog lag van hun, dat krijgen ze ook terug. En ja, dat was niet veel. Nee, want ik mocht 15 euro houden, want ik had wat voorgeschoten om te betalen. Dat was 15 euro. Nou, dat zat maar 15 euro erin. Dus ja, de rest, dat is dan van mij, ja, die 15 euro. Want ik had wat voorgeschoten, dat moest ik nog terug krijgen. Nou, dat mocht ik houden, dus dat heb ik eraf gehaald. En de rest zit in een envelop met een briefje erbij van... Als je iets weggooit waar je later spijt van krijgt... Weet dan dat je dat nooit niet terug kan krijgen. Ze gooien mij als het ware weg als oud vuil. Terugkrijgen doe je me niet meer. En dat geldt voor iedereen. Want vriendschappen zijn niet te betalen. Maar gooi je vriendschap weg. Wees dan zo slim en denk eerst na voordat je dat ooit gaat doen... Want wat je weggooit, kan je niet meer terugkrijgen. En dat met vriendschappen net zo. Dus ik heb nou een trap in mijn rug nagekregen. Omdat ik de schuld ook krijg dat ik ze gedwongen heb. Nee, ik heb jullie niet gedwongen, want jullie beslissen het zelf. Niet ik. Punt. Ik heb ze helemaal niet gedwongen. En dat zal ik ook nooit doen, ook de doel. Ja, kinderen dwingen je. Van, ga je slaapkamer doen. Ja, dat is meer dwingen. Ja, tenminste, dat werd vroeger op die manier gedaan. Nou wordt er tegenwoordig gezegd... Zou je alsjeblieft je slaapkamer willen opruimen? En dan blijven ze door met de computer of spelletjes doen op hun telefoon. Hallo, ik heb je een half uur geleden gevraagd, Klaas. Ik noem even Klaas. Ja, wie dat is, weet ik niet. Of Marietje. Ik had je al een half uur geleden gevraagd om je slaapkamer op te willen gaan ruimen. Ja, maar geen zin, komt straks wel. Nee, doe het nu, lieve schat. Zo gaat het tegenwoordig. Er is geen respect, normen en waarden meer. Vroeger werd er gezegd, ga je slaapkamer opruimen nu. Zo niet. Om je niet buiten te spelen en ook geen spelletjes doen of wat dan ook. Dus je had maar te gaan, anders kom je niet naar buiten. Zo simpel. Maar dat gebeurt allemaal niet meer. Nee. Maar ja, in ieder geval. Vroeger was het leven anders. Ja, tegenwoordig geen normen, geen waarden, geen respect. Noppenjendo. En dat was mama voor, mama na. En ik hou zoveel van je mama. En oh, ik hou van uw mama. Oh, ja. Nou, zo gek. Jullie hebben het ook denk ik wel gezien, ja. Het was mama dit en mama dat. Maar, ja. Ga je zo dan met je moeder om? Ook al is het een zure gaatmoeder? Nou, vind ik niet, hè. Nee, ik vind dat niet kunnen. Maar ja, ik zou na tweeën die kant op, dus ik ga me zo vast, ik ga even naar het toilet en de boel verder klaarmaken. En ik heb jeuk. Maar in ieder geval, het is ook wel prachtig mooi weer. En daar gaan we van genieten. Dus ja, ik neem jullie sowieso mee. Kijken hoe en wat. En we zien wel. Ik zou zeggen, geniet gewoon van het prachtig mooi weer. En geniet een beetje mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, ja, mijn bezoek die is alweer een kwartiertje, 20 minuten weg. Ik ga zo met de hondjes uit, met mijn meisjes, want ja, die moeten er ook weer uit, hè. Ja, en ik weet nog niet wat ik eten moet. Nee. Dat, ja, we zullen het beleven en ik ga er gewoon lekker even lopen. Maar het weer is veranderd. Het is weer dicht, komt er een hele deken eroverheen. Ook is het alweer een eind kouder geworden dan het was. Het was vanmiddag eerst lekker, maar ik moet toch weer wel mijn winterjas aan, want het is mij te koud, het is 13 graden.
En ik moet wel langs die koude hoek. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Gewoon de winterjas aan, bekijk het maar. Ja, ik heb niet echt een tussenjas. Dus wordt het gewoon de winterjas. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne liefdevolle avond. En tot later. Doei!